Hallo allemaal, welkom bij Kijk Ben Wijk. Ik ben de Tang en vandaag gaan we het hebben over de muurschildering van de Paraalweg. Zometeen gaan we iemand interviewen die ons meer over het schilderij kan vertellen. Hallo, wie bent u? Hallo, ik ben Maya Duran. En hoe lang woont u hier al? Al meer dan 15 jaar. Dat is best wel lang. Heel lang. Kunt u misschien vertellen waar we nu zijn? We zijn op de Parallelweg in Bergen op Zoom. En waarom staat deze muurschilderij hier? Ja, die is heel lang geleden hier aangebracht als reclame voor sigarettenmerk. Voor sigaretten. Ik zie ook letters daaronder. Misschien weet u wat daarop staat? Ja, dat is de naam van het sigarettenmerk, Miss Blanche. En wat staat er onder de schilderij? Ja, daar zat een schilderij onder met letters. En dat hebben ze een beetje laten staan. Oké. En waarom staat er een man of een vrouw daar? En niet bijvoorbeeld een dier of zo? Ja, dat moet je aan de kunstenaar vragen. Wie was de kunstenaar? Ik ben zijn naam even kwijt, maar hij komt uit Hongarije. Hij komt uit Hongarije. Oké. En leeft hij nog? Nee, want dat... ik denk het niet, want hij is van in 1927 of zo, die man. Dood. Zal die wel heel oud zijn, hè? Ja. Waarom staat deze schilderij in Bergen op Zoom en niet bijvoorbeeld in Den Haag of zo? Dat weet ik niet. Ze hebben ons huis gekozen. Ik heb bijvoorbeeld 2 doosjes... waar echte sigaretten in gezeten hebben. Maar ze zijn nou niet meer te koop. Oké, jammer. En ik zie ook zo... en ik zie ook zulke platen. Wat zijn dat? Ja, dat zijn gewoon plaatjes. Waar heeft ze die vandaan? Oh, van Markjes of van Marktplaats. Ik zie achter u een hele grote... hoe moet ik het noemen? Een schilderij. Wie heeft dat geschilderd? Dat heeft mijn man gedaan. Ja, hij is eigenlijk kunstschilder. Kunstschilder? Ja. Dus hij kan heel goed verven, schilderen. Oké. Ik had buiten een prijs zien hangen. Wilt u daar meer over vertellen? Ja hoor. In 2009 hebben we de Monumentenprijs gewonnen. Dus van alle restauraties vonden ze deze de mooiste. Dat is de... eerste prijs van de monumentenprijs. En wanneer heeft die ontvangen? In 2009. Oké. Okay. Hallo allemaal. Dit was Kijk Mijn Wijk. Tot de volgende keer. Kijk Mijn Wijk.